We staan hier op de Waalkade in Tiel en het is heel spannend, want Sinterklaas komt eraan. De hele kade staat vol met kindjes, opa's, oma's, mama's en papa's. Want we willen maar één ding, dat Sinterklaas gaat komen. Ga er mee maken. Bent u ook een beetje gespannen? Ja, ik vind het heel spannend. Ik zie hem doorvaren. Hij zat toch niet naar de andere kade varen? Want hij moet hier aankomen. Het zal toch niet waar zijn? Daarom zei ik, hij moet allemaal roepen en zwaaien, want hij moet wel hierheen komen. Ik ga aan de kindjes vragen of ze mee willen. Ja, goed, ja. Heel hard. Nou, hoort hij jou niet? Gaat het goed? De boot is doorgevaren. Jij kan heel goed roepen. Sinterklaas! Kom terug met die boot! We komen hier met die boot! Nou, moet het lukken toch? Ja. Echt noodzakelijk. Sinterklaas! Gaat het goed komen? Ja! Nog één keer roepen? Sinterklaas! Goed zo, nou ik heb er vertrouwen in. Jij ook? Ja. Hij moet toch terugkomen? Ja. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Americo is er. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Oh. Ah, hè. Het gaat goed komen. Ja. Wat een hoop pieten! Ja. Heb je de Sint al gezien? Volgens mij staat die daar zo vroeg aan. Ja, volgens mij ook. Piet, wat fijn dat je erbij bent. Ja, grandioos hoor, maar ik vind het wel koud hier. Hoor. Het is koud hè, maar ja, Spanje is anders hè? Heel anders. Ja, het is lekkere temperaturen. Is de reis goed gegaan? Ja, ik mag wel zeggen van wel. Ik heb veel geslapen, dat zeg je een hele hoop. Hè. Natuurlijk, opa die is iets ouder, die hoeft iets minder te doen natuurlijk. Logisch, maar wat gaat er allemaal nu gebeuren in Tiel? Sinterklaas is er met al die pieten. Ja, en we hebben een hele hoop. Volgende week, zaterdag en zondag, in het Pietenhuis in de stad. Een woensdag zitten we hier op het dierenpark. Bij die mensen met de fantastisch. Dus jullie hebben het hartstikke druk? Ja, dat vind ik heerlijk om naartoe te gaan. Dan hebben we 2 december. Kunnen de kindertjes zich nog opgeven om ons mee te eten in het Pietenhuis. Eten in het Pietenhuis? Ja, dat noemen ze Pietenlunch. Lekker. Ja, daar staan we wel aan. En ja. Daar mogen nog kindjes allemaal komen? Ja hoor, daar mogen de kindertjes allemaal nog voor opgeven bij Stichting Sint. Die Stichting Sint. Ja, die regelt er verder en dan komt er helemaal voor elkaar. Nou, ik wens jullie heel veel plezier in Tiel en heel veel cadeautjes uit gaan delen. Dat was ik wel van plan. Ja, ik niet. Dat laat ik de andere Pieter doen. Kijk, bijvoorbeeld hij is een stuk jonger als ik. Ja, ik doe alleen nog maar de boel in de gaten houden. Aha. Nou, het komt helemaal goed, hè, opa Piet? Helemaal. Helemaal. Hoe niet over in te zitten, het komt helemaal goed. Dank u wel. Ja, gelukkig is het droog. Het maakt niet zo hard. En we vinden het ontzettend fijn dat je weer in Tiel bent. Nou, we hebben echt naar uitgekeken. Nou, dank voor je. Samen met al deze mooie pieten. Ja. Ja, want we hebben slecht weer gehad hoor, onderweg. Ja, we hebben slecht weer. Maar zijn hier allemaal lieve kinderen? Ja. Ja. Hier zijn geen stoute kinderen. Ja, we hebben Tiel alleen maar lieve kinderen. Alleen maar lieve kinderen. Ja, nee. Dan echt niet, dat is allemaal goed, hè? Helemaal geweldig. Nee, echt niet. Zeg, we kunnen hier allemaal even zwaaien naar mij. Kijk, daar ook. Sinterklaas is in Tiel. Hij gaat nog op het paard straks, langs alle kindjes op. En nou, alle schoentjes mogen weer gezet worden. Het feest is begonnen.